In de Stedelijke Muziekacademie wordt deze dagen druk gerepeteerd voor de Sinterklaasopera, die op 6 december in première gaat in de Sint-Nicolaaskerk. De Sinterklaasopera is speciaal geschreven voor 800 jaar Sint-Niklaas en draait volledig rond de figuur van Sint-Nicolaas. Het gaat over het leven van Sint-Niklaas, over de legenden ervan. Het wordt echt een ongelooflijk spektakel en de figuur Sint-Niklaas komt eigenlijk op die manier tot leven. En wie een klassieke opera-opvoering verwacht, heeft het bij het verkeerde eind. Het is eigenlijk een totaal spektakel. Hè. Dus we hebben solisten, we hebben een koor, die worden begeleid door het orkest. Er is ook een kinderkoor en een decor en er zijn ook kostuums voorzien. Dus een totale regie met alles erop en eraan. Vergelijk het met een musical, maar dan met muziek uit de barokperiode. Het is iets heel anders dan dat je bijvoorbeeld in de grote operahuizen zou zien. De opera is op maat geschreven van de leerlingen die hier in de academie aanwezig zijn. Dus de componist Willem Keuleers heeft echt gecomponeerd op maat van onze leerlingen. Je kan de opera zelf bijwonen op woensdag 6, vrijdag 8, zaterdag 9 of zondag 10 december in de Sint-Nicolaaskerk in Sint-Niklaas. En voor alle voorstellingen zijn er nog kaarten beschikbaar. Voor kaarten kan je terecht bij het Cultureel Centrum. Je kan die ook online bestellen. En dat is een heel goedkope prijs voor opera. Dat zijn kaarten voor €9. Leerlingen van de academie kunnen voor €6 komen kijken.